miljoen kinderen wonen in oorlogsgebieden. Ik kom uit Syrië en ik ben 6 maanden niet naar school gegaan. En dat is niet leuk voor een kind. En daarom moet jij hun helpen. Welkom allemaal. Fantastisch dat jullie vandaag hier aanwezig zijn. Op 16 mei ging ik met allemaal andere kinderen door de stad lopen naar het Vredespaleis. En daar tekende ik als eerste een handtekening om kinderen te beschermen in oorlogsgebieden. Die handtekeningen geven aan politici zodat zij in actie komen. Begrotingsbesprekingen komen eraan en daar gaan we zeker proberen om voor kinderen en kinderrechten meer geld en aandacht vrij te maken. Bij Buitenlandse Zaken gaan we afspreken hoe we kinderen die de dupe worden nog beter kunnen helpen. En bij de Defensie gaan we een afspraak maken dat we internationaal zorgen dat doelen zoals scholen niet beschoten worden.